Weverkes Mesdag, dat was in de tijd van onze ouders. Dat was in onze tijd niet, maar dat was echt de hoogdag voor de textielwerknemers. Al hier zijn ze verkoren maandag. Maar Wevers Mesdag was een maandag, dat was de eerste maandag na Drie Koningen. Altijd. Het was geen betaalde dag, maar elk jaar was er wel een betaalde feestdag die op een zondag kwam. En die werd dan gereserveerd voor Wevers Mesdag te laten betalen, zodanig dat alle bedrijven gesloten waren. Het was geen enkel bedrijf die draaide op Wevers Mesdag. In de weverijen werd er niet gewerkt, werd er een behoorlijk pintje gedronken. Waren er bedrijven die hun volk uitnodigden om het samen te tafelen? Dat gebeurde ook. En de mensen verlangden ernaar, hè, omdat je dan een keer ook je collega's allemaal samen ziet. Anders zit in ploegen, dan ziet ze niet veel. Of van een andere fabriek die daar nog bij u gewerkt heeft. Maar was er zo'n beetje een reunie van textiliens. Hier in de regio werden er activiteiten gedaan. Bijvoorbeeld de cafés gingen een pintendek gaan organiseren. Gingen een bolosmito gaan organiseren. Zodanig dat de wevers daar ter plekke dus, hun vertier konden vinden. En dat was altijd met een mes natuurlijk. Het ACV nam daar het voortouw in. Ja, dat was een mooie dag. Dat werd dan meestal afgerond met kliksjes, met maten die gingen ergens aan eten. En de plaats to be was St. Cornille in Aalbeek. Je kreeg daar zo'n kota los voor niet veel geld. Met alles erop en eraan, halve flessen wijn. Als we naar St. Cornille gingen en we gingen binnen. Kijk, die zit daar ook. En daar, die. En kijk. Nel van Deerlijk zat daar.